Er kwam niks nieuws, ja, er kwam een hartaanval en alles werd eventjes op rood gezet. Mocht je je afvragen of ik een ochtendmens ben, is het antwoord nee. Het was 6 uur vanmorgen, hè? Het is nu 9:20, bijna 9:30. Nou ja, we hebben wel een koffietje gehad onderweg. Ik ben er wel klaar voor. We gaan naar Bas Muis. Het is even een spoedje tussendoor, niet echt helemaal gepland. Maar Bas heeft bekendgemaakt dat hij een zware hartaanval heeft gehad. En daar is hij gelukkig goed voor weggekomen. Gelukkig voor zichzelf, voor zijn vrouw Sabine, maar vooral ook voor hun 3 jonge kinderen. Want je moet natuurlijk niet aan denken dat een papa 45 is en dan uit het leven raakt, moet ik zeggen. Gelukkig leeft hij nog, hij is alive and kicking. En we gaan naar hem toe, Den Haag. We gaan hem opzoeken, kijken hoe het met hem is. En we hebben ook met zijn vader afgesproken, die is er ook bij. Want die heeft iets leuks in de muziek. Het is een cd opnieuw gemasterd, geremasterd en opnieuw uitgegeven volgens mij op Spotify. En daar wil ik natuurlijk ook wat dingen over weten. En ik wil ook weten, ja, hoe het met Bas is. Zit hij nog bij Omroep West? Hij had ook een ander werk in het vizier. Is hij daarmee begonnen? Zien we hem nog een keer terug op tv als acteur? Allemaal vragen gaan we hem stellen, voorleggen en op naar Bas. Bas, dankjewel dat we bij jou over vloer mochten komen. Welkom. We zijn hier bij jouw ouders thuis. Je hebt gezellig 2 jongste kinderen meegenomen, Daan en Annelie. Die gaan hier naar school. Het is vandaag Goede Vrijdag, dus ja, die hoeven niet naar school toe. Ja, die zijn vrij natuurlijk. Ja. Mijn apa's zijn ook vrij, zitten ook thuis. Maar waar is Emma dan? Die is bij een vriendinnetje, okay. Anders wordt het een beetje te druk hier in de huiskamer. Ja. Dan kunnen we elkaar niet meer zo heel goed verstaan, ben ik bang. Nee, nou, dat is nu wel aan de hand. Ik heb wat bij me voor je, om het gesprek even mee te beginnen. Een rolletje beschuit. Beschuit. Ja, flauw woordgrap, Bas Muis, de muisjes. Je zal hem eerder hebben gehad. Maar het staat voor mij een beetje symbool voor de wedergeboorte die jij hebt ondergaan. Want er is eigenlijk een nieuwe muis geboren, zou je kunnen zeggen. Zo zou je het een beetje kunnen zien, inderdaad. Ja, dan zijn beschuit met muisjes eigenlijk wel op zijn plek. Ja, wat we hebben gekregen. Jij hoort muisjes, jij denkt, hey, dat is lekker, hè? Veroveren. Wanneer krijg je dit nou eigenlijk? Als een babytje geboren is. Ja, dat klopt. Ja. En als er nou meisjes geboren, neem je dan roze of blauw? Roze. Ja, we hadden 2 keer roze en 1 keer blauw. Ja, en wie was dan voor wie was die blauwe? Daar. Ja, nou, ga maar eens even lekker spelen. Dan gaan we jou straks wat geven. Krijg je straks een beschuivenmeisje? Ja? Tot zo. Ja, de wedergeboorte. Nou ja, zo heb ik er nog helemaal niet over nagedacht, maar zo zou je het eigenlijk wel kunnen zien. Ja. Ja, want een beetje een luchtige manier om even op een zwaar onderwerp over te stappen. Maar jij hebt een zware hartaanval gehad. Ja. Voel je je herboren? Hoe je hier nu bij zit? Nou, ja, misschien eigenlijk een beetje wel. Ja. Op die manier heb ik er nog nooit over nagedacht. Je denkt altijd in termen van reviseren of restaureren, herstellen. Maar je zou het ook als iets heel nieuws kunnen zien. Ik denk eigenlijk op die manier niet zoveel over na. Nee. Het is een grappige invalshoek. Ja, ja. Kun je ons meenemen naar het moment dat het gebeurde? Je hebt er al dingen over verteld, heb ik ook gehoord en gelezen. Ja. Ik vind het toch altijd bijzonder om het uit van iemand zelf te horen. Het is midden in de nacht gebeurd, je werd wakker en toen? Ja, veel mensen vragen van heb je daarvoor dan nooit wat gemerkt? Ik ben een heel sportief figuur, ik sport veel wielrennen, voetballen. En tijdens die intensieve sport heb ik nooit iets gemerkt. Alleen de avond daarvoor, toen ik even op de fiets naar de supermarkt reed, dat deed ik vrij snel. Dus dan ben je eigenlijk ook een beetje aan het sporten. Toen merkte ik wel van, hé, dat is een beetje een branderig gevoel. Waar komt dat vandaan? Maar ik had veel haast, we moesten eten. Een gezin met 3 kinderen, dus je weet dat er weinig tijd voor jezelf is. En toen s'nachts werd ik ineens wakker van een hele brandende pijn in het midden van mijn lichaam. Alsof er een soort vuur... Echt een letterlijk vuur woedde in mijn lichaam. Ik denk, dat vuur moet uit. Mm-hmm. Zweten en ik had heel erg snel in de gaten van dit. Het gaat heel snel de verkeerde kant op. Dus mijn vrouw wakker gemaakt en die wist gelukkig wel een beetje in welke hoek ze het moest zoeken. Maar we wisten dat natuurlijk ook niet zeker. Nou ja,
dan komt er een lang verhaal en uiteindelijk kom je in het ziekenhuis terecht. En daar bevestigen ze wat we eigenlijk niet hoopten. Ja. En dat was dat ik een hartaanval had gehad. Ja. Nooit hartproblemen gehad? Zit niet in de familie? Het zit wel in de familie, maar het is verre familie. Het zijn mijn opa en oma die het allebei hebben gehad. Dus dit zou je kunnen zien als een niet al te leuke erfenis. Ja, ja. Dan kom je in een malle molen terecht van, er wordt in de indicatie gesteld, je moest snel onder het mes. Je hebt 4 bypasses gekregen, heb je gelezen. 3 kransslagaders zaten helemaal dicht, eentje bijna dicht. Andersom. Eén zat helemaal dicht en 3 bijna dicht. Ah, okay. En dan was er ook nog een kleintje die helemaal dicht zat. Kortom, ja, het was echt een ravage binnen. Ja. En dat moest heel snel verholpen worden. En ik mocht ook niet meer het ziekenhuis verlaten. Ik zat vast aan allerlei snoeren, die mochten ook niet meer af. Denk je in zo'n moment, ik ga dood? Nee. Nee. Ik heb nooit gedacht, ik ga dood. Omdat dat ook opgeven is. Dat is, berusting van, dan dit was het. Ik heb wel eraan gedacht, wat zou er gebeuren als ik dood zou gaan? Ja. En daar ga je wel over nadenken. Maar ik heb nooit geaccepteerd of toegewerkt naar een moment van, dit was het jongens, ik ga afscheid nemen van de wereld. Zelfs niet dat ik afscheid heb genomen van Sabine. Vlak voordat ik de operatie inging. Dat hebben we bewust niet gedaan. Maar nadenken over die dood, ja, dat heb ik heel veel gedaan. En je ligt daar alleen in een ziekenhuisbed, dagenlang. Dan heb je genoeg tijd om over de dood na te denken, hoor. Ja. Wat kwam er in je op als je aan de dood denkt? Stel dat jij er niet meer was. Wat denk je dan? Ik dacht daar eigenlijk aan in een sfeer van, als het zo is, dan kan je er blijkbaar ook niks meer aan doen, want je ligt hier op de plek waar je het best beveiligd wordt, misschien wel ter wereld, oké. Als het dan toch gebeurt, dan heb ik hartstikke mooi leven gehad en heb ik heel veel leuke dingen kunnen doen. En daar kijk ik met gigantisch veel plezier op terug. Alleen al het feit dat ik 3 kinderen heb gehad, maar dat ik ook heel veel mooie projecten heb gedaan in Nederland, in het buitenland, daar ben ik heel trots op. En als dit het dan was, was het kort, maar het was wel leuk. Maar daarna bedenk je meteen van, maar ik wil nog zoveel meer en ik kan die kinderen niet achterlaten. Ik heb nog zoveel om voor te vechten. Ja. Ik kan nu niet stoppen. Nee. Dat gaat niet. Dat was het eerste wat ik dacht. Hè. Ik las het ergens op internet dat je dat had verteld. Ik dacht als eerste aan jouw kinderen. Ik ben zelf vader van kinderen van 5 en 7. Ja, kinderen, ik had het ook met jouw vader over toen we binnenkwamen. Kinderen kunnen op deze leeftijd hun vader niet missen. Eigenlijk niet. Het gebeurt helaas soms wel, om wat voor omstandigheid dan ook. Maar als dat met mijn kinderen had moeten gebeuren, dan had ik dat verschrikkelijk voor ze gevonden. Ja. Ik kan me voorstellen dat er tranen zijn gevloeid na afloop. Misschien van opluchting of van blijdschap. Ja, zowel van schrik. Van tevoren van schrik als vlak voor het moment dat je de operatie ingaat. Omdat je daar toch bang voor bent, natuurlijk. En na afloop omdat je opgelucht bent en dan daarna komt ook nog eens alle spanning er weer uit. Dus er zijn een heleboel fases waarin we ontzettend veel hebben gehuild. Ja. Het was een hele emotionele tijd. Ik denk dat ik niet zo vaak en zoveel meer zal huilen in mijn leven als dit moment. Heb je ook in je eentje gehuild? Omdat je altijd het ergste verdriet. Ja. Ik heb ook veel in mijn eentje gehuild, ja. Maar dat was ook goed. En ik vond het ook niet zo erg om het te verwerken, want als je daar in je eentje dagenlang in het ziekenhuis ligt, en vergeet niet, er mocht heel weinig, bijna geen bezoek langskomen in verband met corona, want ik mocht vooral geen corona krijgen en andere patiënten ook niet, dan heb je gewoon heel veel tijd over om daarover na te gaan denken. Ja. En natuurlijk ga je denken over scenario's die wat minder florisant zijn. Ja. Maar tegelijkertijd ook veel naar buiten kijken. En veel hoop putten uit mensen die daar nog lekker met hun leven bezig zijn. En van, dat wil ik ook weer. Daar wil ik weer naar terug. Ik wil terug de maatschappij in. Ik wil straks weer werken. Ik wil weer sporten. En daar, dan stopt het huilen ook wel weer vanzelf. Ja, mooi. Nou, ik ben hartstikke blij dat je hier nu zo zit. Ik kan me voorstellen dat je nog steeds, want we hebben het over december nu, hè, dat dit zich afspeelde. Ik kan me voorstellen dat je nog steeds aan het herstellen bent. Ze hebben jou helemaal opengezaagd. Het is een zware operatie. Ze hebben je weer dichtgemaakt. Ben je nog in het proces van revalideren en herstellen? Of ben je er al helemaal weer? Nee, ik ben zeker nog in het proces van herstellen. Ik ben nog niet waar ik moet zijn. En dat heeft voornamelijk te maken met mijn hart. Dat moet eigenlijk nog meer kunnen dan het voorheen al deed. Omdat het een enorme optater heeft gehad.
Plus het feit dat die nieuwe tweedehands aderen, zoals ik ze maar eventjes noem, die van een andere plek komen in mijn lichaam, dat die moeten groeien, sterker moeten worden en ook meer bloed per seconde moeten kunnen doorlaten. Dus dat is inderdaad nog wel een weggetje af te leggen, maar ik heb al wel heel veel gedaan. Mag je alweer sporten? Ik mag weer sporten en dat mag ook zonder begeleiding inmiddels alweer. Dat was natuurlijk eerst onder begeleiding. En dat je ook aan de hartbewaking zat en zo. Het was niet zo dat ik het sporten aan slangetjes. Mm-hmm. Dat is natuurlijk in het begin wel gebeurd om te kijken of ik überhaupt het revalidatietraject in kon. Nou, dat mocht. En op een gegeven moment laten ze je dan daar ook nog weer vrij in. Maar helemaal alleen sporten, dat heb ik nog niet gedaan. Dus alleen gaan hardlopen of alleen gaan wielrennen, dat wacht ik nog heel eventjes mee. Ja. Ik heb nu voorzichtig een balletje getrapt met wat oude voetbalmaten. En dat zie ik dan al als sporten. Maar echte competitiewedstrijden spelen zoals ik altijd deed, nee. dat durf ik nog niet. Nee. Kan ik me heel goed voorstellen. Doe even mijn telefoon uit. Dat kan gewoon, ja. In de vlog kan je gewoon dingen zeggen. Dat kan allemaal. Want ik vind het gelijk. Dat... Bij televisie kost je een heleboel geld hoor. Maar dit is helemaal zo makkelijk. Dat kan gewoon. Dat kan ik me voorstellen. Alleen sporten. Want stel je voor, je gaat 10 kilometer hardlopen. Ja. En je gaat het hoekje om, maar ook letterlijk het hoekje om, ergens in een park. En er is niet even niemand bij je. Ja. Kan ik me voorstellen dat dat eng is. Is dat eng? Dat is nog best een beetje griezelig, maar ik weet wel dat het moment binnenkort wel gaat komen dat ik ook dat weer alleen ga doen. Ja. Ja, je moet dat op een gegeven moment moet je dat gaan loslaten. Je moet vertrouwen hebben in je lichaam. En eigenlijk heb ik dat al meteen gekregen op het moment dat ze dit dicht hebben genaaid. Want dat betekent dat het goed zit. Ja. Anders kun je niet dicht genaaid worden. Ja. Jij kwam net binnen. Weet je nog wat het eerste was dat ik tegen je zei? Nou, je had mooie cadeautjes bij je. Je zat de deur binnen. Ik zei, goh Bas, je bent wel echt afgevallen. Je hebt een jas uitgedaan. Ja, dat heb je gezegd, ja. Zeggen dat meer mensen tegen je? Bijna iedereen. Ja. Ja, ik ben natuurlijk al niet zo vreselijk dik. Vrij mager zelfs, zou je kunnen zeggen. Maar daar is dan ook nog eens 7 kilo van afgegaan. Dus dan zie je dat wel. Ah, dat zal er vanzelf ook wel weer aankomen. Daar maak ik me ook helemaal geen zorgen over. Het interesseert me ook eigenlijk niet zo heel veel wat mensen van me vinden in mijn uiterlijk. En ik ben blij dat ik nog leef. Dus hoe ik eruit zie, dat doet helemaal niet toe. Nee, boeien. Tuurlijk. Maar goed, als je elkaar wel eens gezien hebt en een tijdje niet. Ja. Dan zie ik je zo. Oké, je ziet er wel een beetje anders uit. Maar dat je er bent, man. En dat je ademt en beweegt en leeft. Ja, en ook in mijn voedingspatroon zal ik wel echt wel anders moeten gaan denken. Wat minder koolhydraten bijvoorbeeld. Ik ben iemand die altijd veel pasta's eet. En daar moet ik juist mee oppassen. Omdat koolhydraten, dat wordt ook weer omgezet in suiker. En suiker kan ook weer vet worden. Dus daar moet je toch een beetje voor oppassen. Dus heel veel bij eten. Ik kan het niet in een maand even snel erbij eten. Nee. Zo werkt dat niet. Het dichtslibben van aderen is vet oorzaak? Heb je heel... veel vet gegeten in je leven? Dat kan een oorzaak zijn, maar ze weten eigenlijk niet precies waardoor dit komt. En we zijn daar in Nederland en de rest van de wereld gelukkig wel heel ver mee. En waardoor mijn probleem nou exact is ontstaan, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En we hopen dat er natuurlijk iets naar buiten komt, want dan weet je in welke hoek je misschien wat aanpassingen kan doen. Want ik rook niet, ik drink niet, ik leef heel gezond, ik sport heel veel. Dus er zit... Nog maar heel weinig ruimte voor verbetering. Ja. Kijk, als ik nou iedere dag een pakje sigaretten op zou roken, dan zou je zeggen, nou Bas, stop daar nou eens mee. Ja. Dan zal het vanzelf wel beter met je gaan. Maar die ruimte, die is er helemaal niet. Ik heb zelfs nooit drugs gebruikt. Ook zou dat een indicator kunnen zijn voor problemen. Ja. Allemaal niet. Dus dan moet je het maar zoeken in voorzichtig eten, andere dingen gaan eten. En blijf sporten en gezond leven. En meer kan je dan niet doen. En daarnaast heb ik natuurlijk wel een rits medicijnen gekregen. En die zal ik nog voorlopig nog wel even moeten blijven steken. Ja, ook in zo'n mooi bakje met vakjes en zo. Dat precies. Weet ik van mijn ouders namelijk. Ja. Grappig. Misschien nog wel als laatste vraag, Bas. En houden we over dit onderwerp op hoor. Want ik kan me ook voorstellen dat je vriendengroepen en zo, familie... op een gegeven moment over uitgepraat bent. Omdat iedereen dezelfde vragen stelt aan je. Nou het is ook een manier van het... Van het verwerkingsproces. Dat snap ik ook. Ik vind het in zekere zin ook wel fijn om erover te praten, want dan ga je er niet meer over malen, want dan heb je het al besproken. Ja, oké. Ik wou nog vragen over jouw kinderen. Annelie, zagen we net hier ook spelen, is 2. Ja. Daan is 4. Die zullen er nog niet zo heel veel van hebben meegekregen misschien. Maar jouw oudste dochter Emma is 7, als ik het wel heb. Ja. Ik heb ook een zoontje van 7 thuis. Nou, die maakt woordgrappen, die maakt al boeken voor zijn kleine broertje. Dus die krijgen dingen heel bewust mee. 7 is een leeftijd dat je echt wel snapt wat dood en leven is. Ja. Heb je met haar besproken wat er met jou is gebeurd? Ja, dat hebben we heel goed besproken. En daar kwamen, nadat ik toen uiteindelijk weer thuis kwam, want ik ben een maand niet thuis geweest,
kwamen er ook veel emoties naar buiten bij de kinderen. En niet alleen bij Emma hoor, ook bij Daan. Vooral bij Emma, want die kan het wat beter onder woorden brengen. En die snapt ook wat beter wat er is gebeurd. Maar ik vind het ook heel belangrijk om daar met de kinderen over te praten. Je kan wel dat onderwerp dood kan je wel een beetje wegmoffelen. En van, praat er maar niet over, want dat is niet goed voor de kinderen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik vind dat je daar juist over moet praten. Want ook Emma zit vol met emoties en die moet er daaruit. En zij moet gewoon de vraag stellen van papa, ga je nou misschien straks wel dood? Of blijf je nou echt leven? Die vragen die spelen voor een kind. Blijft papa hier of gaat hij misschien toch nog een keer? En die zekerheid moeten zij ook krijgen. Ja. En dat heb ik haar kunnen verzekeren. Papa blijft thuis en papa gaat niet meer dood. Oké, ja, mooi. Ja. Of mooi. Ja, mooi als je het zo met je kinderen over kan praten. In ja. Dat je het bespreekbaar maakt. Kijk, op jonge leeftijd zien de kinderen op een gegeven moment een keer een dode vogel liggen op straat. En dan moet je over dat onderwerp beginnen. Ja. Wat is leven en wat is dood? Want dat hoort bij elkaar. En, ja, je kan het wel verstoppen, maar dat is niet zo handig. Nee. Hoe heb je het met je vrouw besproken? Dit alles. Want heb je dus s'avonds, als je nog even op de bank zit met een blokje kaas en een colaatje, heb je het dan nog over? Of? Ja, daar hebben we het zeker over. Ja. Nog altijd. En zeker ook wat betreft de toekomst. Wat zal er voor mij veranderen in mijn leven? En heeft dat grote gevolgen voor het gezin? Nou, die gevolgen blijven allemaal behoorlijk beperkt. Maar er veranderen natuurlijk wel kleine dingetjes. En ik heb ook een hele tijd gehad dat ik niet kan werken. En die tijd duurt nog wel eventjes. Dat heeft ook gevolgen voor het gezin. In dit geval is het ook wel weer gunstig, want dan kan ik thuis blijven en op de kinderen letten. Als ze niet naar school hoeven. Maar ik wil op een dag natuurlijk ook weer aan het werk gaan. Ja. Dus we praten veel over het verleden, over de toekomst. Maar misschien nog wel meer over de toekomst, want we kijken heel positief vooruit. Het gaat goed met me. Het gaat goed met Sabine. Ze is ontzettend druk met haar werk. Heeft eigenlijk zelfs twee banen. En met de kinderen gaat het ook heel goed. Ja, we mogen ons op die vlakken ook wel gewoon gelukkig prijzen dat het goed gaat. En dan moet je ook niet te lang blijven hangen in die ellende. Het was vreselijk wat ik heb meegemaakt. Maar er ligt nog zoveel mooie tijd voor ons. En daar moet je dan ook gewoon van gaan genieten. Ja, nou daarover gesproken. Ik kan me voorstellen dat het als zoiets heftigs gebeurt in je leven, dat het je ook aan het denken zet. Doe jij dingen anders dan dat je vooraf deed? Of heb je andere plannen gemaakt die je nog niet had? Ja en nee. Kleine plannetjes waarvan ik dacht van nou dat moet ik nog een keer doen. Die heb ik wat naar voren geschoven. Daarvan denk ik van nou laten we dat dan nu maar doen. Want uitstel, ja, dat kan misschien ook wel eens afstel blijken. Maar het is niet zo dat ik nu ineens ervoor kies om 5 jaar over de wereld te gaan reizen en al mijn geld van de bank te halen en mijn huis te verkopen. Nee, zo zit ik nou ook weer niet in elkaar. Heb je een boodschap voor... Tenminste, ik kan me voorstellen dat je tegen mensen zal zeggen van joh, iets over gezondheid of over leven of over... Ja, zeggen, ja, kijk, pak het anders aan. Ik weet, dat heb ik inmiddels wel geleerd, dat als je heel veel zout eet, veel rookt en heel ongezond eet, dat dit soort dingen heel snel aan de oppervlakte komen. Ja. Dat je deze problemen echt over je af gaat roepen. Ja. Dus ik kan gerust zeggen tegen mensen, alsjeblieft stop met roken. Nou, ik hoop dat er één iemand met roken stopt door deze oproep. Ja. Maar ik weet inmiddels wel dat soort problemen heel moeilijk te stoppen zijn. Ja. Dus, de rokers zullen zeggen, ja, hey, hij rookt niet, hij drinkt niet, gebruikt geen drugs. Ja. Hij eet niet slecht, hij is niet dik. Niet, dus ik kan gerust roken, want je kan ook een hartaanval krijgen. Ja, dat is helaas niet zo, want ik ben erfelijk belast. En die mensen zullen dat hopelijk niet zijn. Maar ja, die veroorzaken het dan zelf. En dat is natuurlijk zonde. Ja. En wat voor de rest, je gezondheid betreft, ja, iedereen weet hoe die gezond moet leven. En daar hoef ik verder geen cursus over te geven. Nee. Ik leef nu nog gezonder dan voorheen. En ik hoop dat genoeg is om heel oud te kunnen worden. Heb je een bucketlist waar er nog een dingetje bij is gekomen misschien hierdoor? Dat je zegt van, ja, maar hoor eens even, ik had toch iets niet gedaan, maar ik beslist wel wat doen. En dat ga ik nu toch maar eens even doen. Nou ja, dat had ik. Maar dat is al meteen van mijn bucketlist geschrapt. Je wou 1 keer een open hartoperatie in je leven ondergaan. Die is gelukt. Ik heb hem. Nee, dat is een heel ander project. En dat heeft met mijn vader te maken. En daar gaan we zo meteen over praten. Ja, ja. Dat ja. heeft alles met de muziek te maken. Ja, je vader komt er straks even bij zitten. Ja. Vind ik tof. Voordat we dat gaan doen, heb ik nog wel een paar vragen over jouw werk, carrière en je leven. Want ik ken jou als acteur. Mm-hmm. Hoe staat het met jouw acteren? Plus een werk, ambities. Nou, de ambities die zijn er volop. En afgelopen seizoen had ik een heerlijk theaterseizoen gehad. Of zou ik gehad hebben.
Maar dat is natuurlijk helemaal in het water gevallen door corona. De hele theatertour is geschrapt. We hadden een fantastische klucht gerepeteerd. De repetities waren allemaal achter de rug. Het script kende ik uit mijn hoofd en we konden zo het theater in. Was dat met Mariska van Kolk het stuk, of niet? Nee, Mariska van Kolk heeft in een ander stuk gespeeld. Dat was ook een komisch stuk. Dat is alweer een jaar of 3 geleden. Hmm. Dit was weer een soortgelijk stuk waarbij heel veel gelachen werd. Met iets andere acteurs. En dat zou vanaf januari 2021, in de theaters zijn. Dus we zouden nu eigenlijk in die speelperiode zitten. Maar goed, iedereen snapt dat dit... Dat dit niet doorging, maar dat is wel naar volgend jaar doorgeschoven. Ja, hij komt er alsnog. Hij komt er alsnog. Met jou? Ja, met mij ook. Dus kunnen we wel iets zeggen over de naam van het stuk? Of ja, het stuk zal O.O. Den Haag gaan heten. Oh. Ja, en dat is wel grappig, omdat de titel van het stuk dit jaar was heel anders geweest. Maar nu we toch de kans krijgen om nog wat te schaven en bij te poetsen. Noem het O.O. Den Haag en dat heeft alles te maken met de politiek. Het wordt een politiek stuk met ontzettend veel humor. En het gaat over een jonge politicus die als een komeet gaat en misschien zelfs wel minister-president kon worden. Hmm. En dat ben ik. Ah, ja. Hoofdrolletje even. Ja, ja, dat is wel heel erg leuk. Ja. Maar dan gaat er ineens van alles mis. En dat is natuurlijk de komische inslag van het verhaal. En wat er dan misgaat, ja, dat moet je zelf in het theater gaan zien. Maar ja, voor ons is het al zo grappig dat we tijdens de repetities al... constant in de lach schoten. Dus ik denk dat het publiek dit heel erg leuk gaat vinden. Zijn er bekende mensen die er nog meer in spelen? Of ben jij de bekendste? Ik denk dat ik wel de bekendste ben. Hoewel Arjan van Bavel ook nog steeds veel belletjes doet rinkelen bij de mensen. Ja. En Sabine Beens ook zeker. Dus we spelen met z'n drieën. Okay. Dat is best intensief. Maar het is een erg leuk stuk. En kom kijken, zou ik zeggen. Ja, vanaf wanneer zei je? Vanaf begin 2023. O.O. Den Haag. O.O. Even in de gaten. Den Haag. Ja, leuk. In de theaters. Omroep West, hoe staat het daarmee? Ben jij, zou je daar stoppen? Ben je al gestopt? Ik ben daar vorig jaar november gestopt, omdat ik heel graag weer nieuwe projecten wilde doen. Mm. Ik heb heel veel plezier gehad met het maken van radio, want dat was het. Ik heb 4 jaar lang mijn eigen radioprogramma gehad, zowel in de ochtend als later ook in de middag. Radio maken bleek fantastisch, ik had dat nooit eerder gedaan, maar het is echt geweldig om te doen. En nu was het tijd voor wat nieuws, alleen ja... Er kwam niks nieuws, ja, er kwam een hartaanval en alles werd eventjes op rood gezet. Ja. En we moeten nog even wachten tot ik weer groen licht krijg. Voorlopig staat het op oranje. Ja, ook wel lekker om even rustig aan te doen, toch? Je schetste net al een beetje het beeld, tijd voor de kinderen. Je bent echt even huisvader nu. Ja, ik krijg heel veel tijd met de kinderen. En dat moet ik echt zien als een groot geschenk. Ja. Er zijn ook heel veel vaders, die moeten gewoon heel hard werken. En die zien die kinderen niet zoveel, omdat er geld verdiend moet worden. Ja, ik verdien dan nu even geen geld, maar ik heb wel heel veel leuke tijd met mijn kinderen. Ja, man. Ja. Nou, over vaders gesproken, het codewoord is gevallen, vader. We doen even een knip in dit filmpje. Ja. En dat doet Theo heel handig. En dan komt pa Muis er even bij. Ja. Nou, inmiddels is pa Muis ook aangeschoven. Ja, senior. Ook Bas, hè? Ook Bas. Bas senior en Bas junior. Ik heb een vraag over muziek zometeen, maar ik heb net met Bas vrij diepgaand gesproken over wat hem is overkomen. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe u dat als vader heeft beleefd. Bas heeft een hartaanval gehad. Ja. Hoe heeft u dat beleefd en meegemaakt? Nou, dat is wel de schrik van je leven hoor. Dat is, de wereld staat compleet stil op dat moment. En nee, dat is, die maand zou ik niet graag over willen doen, de decembermaand. Nee. Ik vind het trouwens, vergeet het te benoemen, maar heel fijn dat u bent aangeschoven. U gaf aan, ik heb een beetje stemproblemen. Ik ben een beetje schor. Ja, en toch, toch komt het bij ons zitten, dus dat vind ik echt super positief. Nou ja, de schrik van uw leven kan ik me heel voorstellen. Je bent bang om een kind te verliezen. Ja, maar dat dachten we ook hoor. Ja, ja. Ja, hè? Ja, toch op een gegeven moment denk je van nou gaat het fout. Op welk moment dacht hij lag in het ziekenhuis en toen was het nog een beetje een filmpje maken, een grapje, opsturen van joh, er is niks aan de hand, komt wel goed. En het verhaal ging misschien dotteren hè, enzovoort, dat soort verhalen. En toen belde die later op, huilend, van het is veel erger, ik moet geopereerd worden. Maar er is een wachtlijst. Van al de mensen die ook allemaal daar liggen met de corona en noem het maar op. Dus dat was natuurlijk op zich ook alweer een probleem. Nou, dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Dus hij is toch wel vrij gauw geopereerd. En dat is natuurlijk, dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Het duurde wel geloof ik 6 uur. Verschrikkelijk lang ook.
Maar het probleem is dat hij hele fijne aderen heeft. Het is een fijne, gevoelige jongen, maar hij heeft ook hele fijne aderen. Fijne aderige jongen. Ja, en ja, als je dan ook nog genetisch bepaald bent, dat je toch ja, aanleg hebt voor dichtslibbing, als ik het allemaal goed zeg, ja. Dan is dat ja, heel jammer. Ja. Maar nogmaals, Bas heeft het al gezegd, we gaan met de neuzen weer de goede kant op allemaal. We zijn geen sombers. Dus we gaan er weer voor. Ja, dus. Positief. Ja. De opluchting kan ik mij ook heel ja, goed voorstellen. Ja, zeker. Ik kan me ook voorstellen dat u niet alleen dacht aan Bas toen hij in het ziekenhuis lag en ja. 6 uur operatie onderging, maar ook aan zijn kinderen, uw kleinkinderen, 3 hele jonge kinderen. En zijn broers, met hetzelfde geld, hebben die dus ook die afwijking. Ja. Dus die hebben ook een onderzoek moeten ondergaan. Meteen nadat het Bas zijn hartaanval had. En wij ook? Ja. Meteen allemaal alarmbellen gingen allemaal af. Wil je af, nou een beetje aanpakken, dan moet je het maar gelijk allemaal aanpakken. Ja. Maar ja, ook misschien verdere familieleden. Maar ja, die moeten natuurlijk allemaal zelf bepalen wat ze doen. Ja. Maar die jongens hebben, en gelukkig is daar niks mee aan de hand. Dus dat is wel fijn. Fijn, dat is goed nieuws. Ja, alles is bij mij terechtgekomen. Ja, alles is voor Bas. Alles is voor Bas. Ik moest hem maken. Ja. Nee, maar meneer Muis, u vertelde net buiten de kamer om dat jullie hebben vast oppasdag voor de kinderen. Die zijn hier regelmatig een soort tweede huis voor hun. Ja. Je moet er toch niet aan denken dat zij hun vader zouden hebben verloren. Nee, hoe zag de wereld er dan uit voor jullie? Ja, toch is wel eens een keer door mijn hoofd geschoten hoor. Ik denk van, hoe gaan we dat dan oplossen? Ja. Stel dat het gebeurt. Ja. Ja. En hoe gaan jullie dat dan oplossen? Nou, dat wist ik ook nog niet. Nee. Maar je zit er wel over na te denken. Ja. Je denkt van, als het gebeurt, bedoel je, kan niet Sabine alles laten doen. Dat kan niet. Dat jullie zouden een aanzienlijk grotere rol dan krijgen waarschijnlijk. Ja. Ja. Dat is gelukkig niet aan de orde. Nee, gelukkig niet. Heeft u samen met uw vrouw ook stilletjes zitten huilen aan deze tafel? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja hoor, ook met z'n drietjes. Want Bas is na de operatie is hij hier naartoe gekomen om te herstellen, want hij mocht natuurlijk geen corona krijgen. Hè. Dus alles wat als hij zou moeten hoesten, dan dat zou een drama zijn. Ja. En je moet er niet nog een drama bij hebben. Dus, en met die kinderen erbij, dat zou ook niks zijn. Dus Bas is na de... Ik heb hem opgehaald uit het ziekenhuis. En toen is hij dus een hele poos is hij hier geweest. Een maand lang je zoon van 45 weer in huis? Ja, het was wel heel gezellig, dat wel. Ja? Het was, ja, we hebben heel veel dingen gedaan. Veel gesproken. En Bas wilde het wel heel graag. Ja, daar heb je dan tijd voor. Om nog eens wat dingen des levens met elkaar te bespreken. Ja. Hij wilde wel graag naar huis, maar hij wilde heel graag zijn kinderen zien, maar dat mocht niet. Nee. Dat was het probleem. Ja. Ja. Waren er ook regeltjes, Bas, waar je weer even aan moest wennen bij pa en ma? Nee hoor, nee, ik weet precies wat de regels hier zijn en dat is allemaal geen enkel probleem. Ik vond het gewoon heel fijn om een plek te krijgen waar ik echt op een hele relaxte, rustige manier kon herstellen. En dat had ik ook gewoon nodig. En daarna was het natuurlijk ook weer heel erg fijn om terug te gaan naar het gezin. Is dit ook jouw ouderlijk huis? Waar we hier... Ik heb hier ook gewoond. Ja. Maar hoe was dat dan om hier weer 4 weken lang? Kwamen er ook dingen terug uit je jeugd? Van, oh ja, zo ging het. Oh ja, mijn vader zat daar altijd zijn slof van de eerste avond. Dat soort dingetjes. Ja, maar dat weet ik. Want ik kom hier al zo vaak over de vloer. Mm-hmm. Dus dat soort dingen waren niet een nieuw voor me. Maar het was wel, ik had mijn ouders ook gewoon fysiek nodig om mij bijvoorbeeld in bed te kunnen leggen of te helpen opstaan. Of op andere manieren in een stoel te zetten, want dat kon de eerste dagen gewoon nauwelijks. Zitten deed al pijn en liggen helemaal. Dus dan heb je daar gewoon hulp nodig. Dus ze waren eigenlijk mijn mantelzorgers. En dat is na verloop van een aantal dagen is dat wel beter geworden en dan kan je wat meer zelf. En dan is het wel gewoon heel erg fijn dat er rust is om je heen. En hoeveel ik ook van mijn kinderen hou, het was niet handig dat ze tegen me aansprongen en wat dan ook. Want ik begrijp dat lastig is. Dus die tijd hadden we gewoon hard nodig. En omdat we zoveel gesproken hebben, kwamen we op een gegeven moment bij een onderwerp uit. Waar eigenlijk heel veel geschiedenis ligt. En daar is heel veel over gesproken. Kijk, en dat is het bruggetje wat we zochten. Ja? Om zelf niet te maken. Muziek. Ja. Toch? Vertel eens wat over. Nou ja. Stars on 45. Tijdens die gesprekken kwamen we op de Stars on 45, dat is een, voor de mensen die dat niet kennen, een plaat geweest in 1981 of 1980 zelfs, eind 1980 uitgebracht,
waar mijn vader een belangrijke rol in had. Hij zong namelijk het gedeelte van John Lennon. En waarom begin ik over John Lennon? Omdat Stars on 45, dat was een Beatles medley. Allemaal losse stukjes van Beatles songs achter elkaar gezet. Met een disco beat eronder. En dat idee, dat was ergens, ik geloof in Canada was dat geboren. Alleen dat hadden ze toen uitgevoerd met de originele stukken van de Beatles. En dat mocht niet. Want dat was pikkerij. Dus als je dat dan zou nazingen, dan mocht het wel. Dus er was een producer en die heeft mijn vader toen gevraagd van, ja, wil jij het stukje van John Lennon in die Beatles stukjes nazingen? En dan zoeken we daar ook nog andere stemmen bij. Nou, zo was het geboren, het is uitgebracht en dat werd in één keer een gigantische hit. Ja, dus dat was 1980, ik was 4, 1981. Ja. En mijn vader was ineens een bekende Nederlander geworden, ja, van de ene op de andere dag. Ja. En dat is natuurlijk een hele bijzondere tijd voor hem geweest, waar ik niet zoveel meer van weet. Bijna niks, want ik was gewoon te jong. Ja, dus in die tijd dat jij hier die 4 weken werkte aan je herstel, hebben jullie veel over muziek gesproken. Ja. En mijn vader heeft ook nog verhalen verteld uit zijn muzikantentijd. Ja. Heb je nieuwe dingen gehoord van je vader? Of soms, rocker of soms hoor je wel, ja, mijn vader heeft niet echt het rock and roll leven geleid zoals je dat er misschien in gedacht hebt. Dat klassieke werk van heel veel drugs en heel veel drank, dat zo ben jij niet geweest. Nee, gelukkig. Een beetje drank en drugs alleen maar. Nou ja, ik hou best van een borreltje. Ja. Dat zou ik eigenlijk niet ook wel nodig hebben, maar goed. Nee, maar dat heb ik nooit gedaan. Wat voor muzikant was u? Nou ja, ik... Bent u? Ten eerste ben ik een Beatle-fan. En dat is eigenlijk tot nu toe. Dat is een soort ziekte, die gaat nooit meer over. Dus ik wilde eigenlijk als kind wilde ik ook graag een Beatle zijn. Nee, laat het maar zo zeggen, zo is het gegroeid. En ik zong ze na. En toen ik 18 werd, toen ben ik gaan werken, toen heb ik een twee sporenbandrecorder gekocht. En ik nam ook mijn eigen liedjes op. Dus ik kon en de stem van John Lennon doen. En ik probeerde de stem van Paul McCartney te doen. Dus ook mijn eigen Beatles maakte ik. Dus ook mijn eigen liedjes. En die heb ik eigenlijk na de Stars, heb ik die in een studio mooi gemaakt. Al die nummers die al lang gecomponeerd waren, maar die heb ik toen opgenomen. Daar zijn, als een nummer klaar was, heb ik daar een kopie van gekregen, van de moederband. Die nam het mee, die draaide die thuis heerlijk. En dat was mijn muziek, zeg maar. Mooi dan op dat moment. Ja. Maar dat hebben we nog aangeboden aan een platenmaatschappij, maar die vond het te veel op de Beatles lijken. En het was ook een beetje na de dood van John Lennon, dus dat misschien te dicht bovenop. Mm. Nou, dus hebben we het over 1980. Ja, ja. Die plaat was eigenlijk helemaal af, een album met 15 nummers. Werd aangeboden aan een platenmaatschappij. Mijn vader was bekend, dus ja, daar kon je dan op doorvaren op dat succes. Ja. En die platenmaatschappij die zei van nee, geen goed idee, het is niet het goede moment om het uit te brengen. Mm-hmm. En dat, ja, dat moment, dat kwam nooit meer. Nee. We hebben 40 jaar gewacht. En, geen andere platenmaatschappij opgezocht? Nee, dat komt ook deels aan mezelf. Ik heb het gewoon zo gelaten. Ik denk, jongens, als ze het niet willen, ik geniet er wel van. Ik zet hem af en toe eens op en zo. En, ja. Nou, en zo kwam het hele verhaal. Toen zei ik, ja, maar... Dat kan niet. Dat kan niet. Ik hoorde die muziek. Ja. Ik verhaal die avond de tijd, dus ik ben die muziek gaan beluisteren. Ik zei, joh, laat het zitten. Zonde. Komt ja, joh. Dat is echt zonde. Dit moet je gewoon nog uitbrengen. Ja, ja, ja. Hoe doe je dat dan? Dat ben ik gaan uitzoeken. Ja. Hulp gezocht. En dat is allemaal gelukt. En het staat nu op alle streamingdiensten. Er is een cd geperst. Alles is beschikbaar. Je kunt het luisteren. Is de cd te koop voor mensen die dit zien? Ja, je kan het kopen. Hoe komen ze aan die cd? Als je naar de website gaat, basmuis.com. Ja. In dit geval, of je nou muis met een lange ei speelt of met een y, daar kom je wel uit. En dan kan je de cd kopen en dan kan je verhalen lezen die we nu aan het vertellen zijn. En het is natuurlijk ook gewoon op alle streamingdiensten beschikbaar. Dus je kan het ook lekker op je oortjes luisteren als je onderweg bent. Streamingsdiensten, Spotify is de bekendste, denk ik. Ja, check Bas Muis. Daar moet je het even Bas Muis met een y opzoeken, maar dan kom je er ook wel uit. Check Bas Muis. Ja. Wat is dat?
Check, zo zeg je dat, hè? Oh, zo. Ja. Ik dacht, dat is een of andere link of zo. Checkpaspuis.nl. Ja, ik heb checken wel, maar ik dacht, misschien is dat een bepaalde... Ga naar, tegenwoordig zeg je check. Checkpaspuis.nl, man. Ja. Check het, man. Oké, nee, ik dacht, misschien is dat een of andere gaatje of zo, dat ik nog niet ken. Nee, Basmuis, zo moet je opzoeken op bijvoorbeeld Spotify. Ja. Top. En de Griekse ei is eigenlijk voor de buitenlandse mensen. Ja, want je speelt onze naam met een lange ei, met een IJ. Ja. Maar omdat ze in Amerika dat niet kunnen uitspreken, heeft mijn vader, of eigenlijk de manager denk ik van mijn vader, ooit ervoor gekozen om dat met een Y te spellen. Okay. Maar daar heb ik niks mee te maken, toen was ik nog heel klein. Het is een beetje internationaal, hè? Ja. Nog wel een vraag over muziek. Als muzikant, tenminste, ik ben een voetballer. Ik wil, jij ook. Ik wil graag dat mijn zoontjes voetballen. Als vader, als voetbalvader wil je graag een voetballer. Als muzikantenvader wil je ook graag een muzikant. En werd hij acteur? Wat vond u daarvan? Ja, maar er zit nog wat tussen, hè. Wij kenden een oud pianist. Ik heb mezelf piano, gitaar, allemaal zelf geleerd. En toen dachten wij... van, we gaan het beter doen, wij laten hier een pianist op piano komen. En alle jongens krijgen goed, hè, die gaan keurig netjes zitten, goede vingerbehandeling en dergelijke. En zij gaan noten leren, ze gaan het 100 keer beter doen dan dat wij het hebben gedaan, of dat ik het heb gedaan. Want ik heb nooit die kans gehad. Ik was ook een beetje te lui voor, denk ik hoor. Het ging zo ook wel op deze manier, bij mij. Ja, jij kon het van jezelf gewoon heel snel. Je had geen les. Maar ook gewoon door luisteren en naspelen, eindeloos naspelen. Dus dan, zo hebben zij dus goed piano leren spelen. Dus dat was ook al een pre. Alle drie de jongens kunnen piano spelen. Okay. Dus dat is ook wel leuk. Nou, dat gaan we straks ongetwijfeld nog even horen dan, Bas. dat kan niet zijn. Zonder no pressure hoor, maar Bas gaat straks even een stukje nog spelen. Toch? Klein stukje. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, waarom niet? Nee. Je moet ook wel op je hart passen natuurlijk. Het gaat over de muziek van mijn vader. Maar even voor het snijshot, Bas. Het is leuk om er even tussendoor te plakken. Dat jij een beetje zit te pingelen. Ik kan het. Daar is alles mee gezegd. Nee, maar mijn vader heeft me nooit gepusht om ook in die muziekhoek per se iets te gaan doen. Ik hield heel erg van toneelspelen en daar ben ik uiteindelijk in terecht gekomen. En dat vonden jullie hartstikke leuk. Mijn vader en mijn moeder hebben altijd... gestimuleerd om dat te doen, maar natuurlijk ook gewoon om een diploma te halen. En dat is er uiteindelijk niet van gekomen, omdat ik bij de televisie ging werken. Kun je zingen? Ja. Oké. Okay. Ja. Je had het over musical, theater. Ja. Zing je daar ook in? Ik heb ook in een musical gespeeld, ja. Ja, zingend. In dit stuk zing ik niet. Het is echt een klucht en daar wordt niet in gezongen. Oh, Den Haag, hebben we het over? Ja, dat liedje kan ik wel zingen. Ja, met een paar bier op hoor. Nou, zonder een biertje kan ik dat wel. Nee, maar ik heb verder nooit de ambitie gehad om een zangcarrière op poten te zetten. Want ik had zo ontzettend veel plezier met acteren. Als het nodig was om te zingen, dan doe ik dat zeker. Ik heb er ook heel veel plezier in. The Masked Singer is iets voor jou. Dat zou lachen zijn dat natuurlijk. Dat jij eruit komt. Zeker, ja. Maar ja, dat kan nu niet meer, want we hebben het nu al gezegd. Oh, dat kan nog steeds hoor. Je weet het pas als ik eruit kom. Leuk. Opgelet. Fantastisch. Muziek is te downloaden en te koop. Dat gaat nu heel veel gebeuren, want deze vlog wordt echt onwijs goed bekeken. Miljoenen keren. Dus dit gaat helemaal over de kop nu. Tweede persing kan vast worden gestart. Ja, wat leuk is om te vertellen dat we eergisteren gebeld zijn door een label in Amerika. Die had er nu al lucht van gekregen. Joh, dat is leuk. En die wil die platen ook gaan uitbrengen in Amerika, maar dan op vinyl, omdat daar ook een grote vraag naar is. Dus ja, dat is natuurlijk geweldig dat de plaat ook in Amerika gaat uitkomen. Dat is nu al zeker. Maar wat vindt u daarvan? Dat Bas vermoeid heeft gedaan om de muziek op deze manier aandacht te geven? Doordat Bas eigenlijk al die tijd hier was, heeft hij dat helemaal opgezet. En dat is natuurlijk fantastisch, want ik had het zelf nooit gedaan. Ik had ook niet alle wegen geweten. Ik bedoel, vroeger, toen in 72, 74 had ik ook een groepsmaal. En dan schreef je ook nummers en dan maakte je een tekst en een C, een D en een A akkoordje. En dat stuurde je op naar de BUMA. Zo is het niet meer. Hè? Je moet alles, het gaat digitaal en zo. Ja. En daar was Bas 100 keer handiger in dan ik. Dus, dat heeft hij ook allemaal gedaan. Uitgezocht hoe het in elkaar zit met de rechten. Nou, noem een heleboel maar op. Ja. En
Het is natuurlijk ook een hele goede soort therapie voor hem geweest. Zo zou het kunnen zien. Het is een enorme goede afleiding geweest. Maar we hebben er ook heel veel lol over gehad. We hebben uitvoerig de teksten nog eens een keer uit zitten pluizen. Ja. Welke akkoorden het waren en zo. Teksten die al op papier stonden en ergens in de jaren 70 zijn opgeschreven. Ja. Met papier dat al bijna uit elkaar viel. Ja. Alles was bewaard nog. Ja. Alles was bewaard. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Dat was een hele leuke manier om samen met je vader eigenlijk dit een soort nieuwe hobby te krijgen. En die hobby die wordt binnenkort eigenlijk afgesloten, zou je kunnen zeggen, als het album officieel gereleased wordt. Ja. En dan helemaal een kers op de taart als het ook nog in Amerika uitkomt. Ja, wie kan dat nou zeggen? Geweldig. Dat is fantastisch. Geweldig. Heren Bas en Bas, Meis en Meis. Ik dank jullie hartelijk voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Voor de tijd die we hebben genomen. Voor jullie openhartigheid. En succes met je verdere herstel. Maak er nog een rustig jaar van vooral. Ja. En we zien jou op toneel in OO Den Haag. Zeker. Ik zou het leuk vinden als je langskomt. Ja, doe ik. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Heren Muis en Muis, Bas en Bas. Hartelijk dank voor de gastvrijheid hier in Den Haag. In het huis van je ouders. Ja. Bedankt ook voor de koffie. En voor jullie prachtig mooie verhalen. Bedankt voor jullie openhartigheid. Ik ga terugrijden naar Friesland. Ja. En ik hoop jou snel weer te zien. Ja, en laat ons nog even weten wat je van de muziek vindt. Ja, ik ga luisteren. En jullie gaan ook allemaal luisteren. Dus dat is beloofd. En een goede reis. Dank u wel. Tot later. Tot ziens. Hoi. 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 Nou, dat was een leuk interview met Bas Muis. Ja, normaal gesproken doe ik de evaluatie even vanuit de auto. Maar ik ben al thuis in Friesland nu. Dus ik doe het even op deze manier zo. Ik voelde me heel erg welkom bij de ouders van Bas Muis thuis. Ze namen alle tijd voor ons. We hebben koffie gekregen van de moeder van Bas. En zijn vader schoof ook nog even aan voor een praatje. Ik vond dat Bas heel openhartig vertelde over de hartaanval die hij heeft meegemaakt. Ook pa Muis vertelde daar even over. Over zijn zorgen, de liefde voor zijn zoon. En hoe ze eigenlijk in de rats hebben gezeten toen Bas zo fragiel was. Bas heeft daar in alle rust 4 weken kunnen herstellen. Bij zijn ouders thuis. Ik vond dat er heel veel liefde zit in het gezin. Ik voelde heel veel liefde en warmte in het huis. Mooi goed verhaal. Bas heeft goed kunnen spreken. Ook nog even over de muziek gehad van zijn vader. Dat is natuurlijk ook een fantastisch verhaal hoe ze dat hebben aangepakt. Ik ben heel blij. Ik ga de dieren eten geven, verschonen, van hooi voorzien. Vond je dit nou een leuke video? Kun je even liken. En je zou mij een beetje helpen, man, als je even wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Zodat je ook de andere video's kunt zien. En help je maar gewoon een beetje mee op weg. Zou je mij willen volgen ook op Instagram? @AndriesJelleDeJong. Dan krijg je een beetje mee van mijn leven als showbiz-verslaggever. Dat probeer ik een beetje in beeld te brengen. En je krijgt ook af en toe wat mee van de beestenboel hier. Want we hebben geiten, een varkentje, kippen, eekhoorntjes. Loopeenden, er is hier van alles te zien. En die twee jongens van mij die stuiten er ook geregeld even rond op mijn Instagram. Dus je krijgt er alles mee. Volg mij @AndriesJelleDeJong. En heel graag tot de volgende vlog, man. Hey, hoi!